We gaan een gerecht maken van Marlo Braat. En Marlo Braat heeft een lasagne ingezonden. Een lasagne, hoe speciaal kan dat zijn? Dit is een pittige lasagne met tabasco en worcestersaus. En naast gehakt nog een lekker toevoeging van hamblokjes. Ik ga mijn best doen om jouw recept zo goed mogelijk op te volgen. Het is een recept op recept op recept, 30 jaar oud, wat je ouders ooit hebben gekregen in een huwelijksboek. Dus ik ben heel benieuwd wat we ervan gaan maken. We gaan aan de slag. We gaan beginnen met de knoflook. Plet ik eventjes lichtjes. En dan kan ik het jasje er makkelijk afhalen. Marlo heeft in het recept alleen ui en knoflook gebruikt. We zijn 30 jaar verder. Ik voeg een klein beetje wortel en selderij toe. Dat vind ik zelf altijd lekker. Hier heb ik de wortel, de ui en de selderij. De prei heb ik al gesneden. Nou, die gaan nu lekker in de pan samen met de knoflook. De prei en de ui met de groentes. Deze laat ik even lekker glazig worden. Beetje mooi garen, niet te hoog vuur. Kan zo meteen het gehakt erbij. In de tussentijd gaan we verder met het maken van een bechamel saus. Voor de bechamel gaan we eerst een roux maken. We gebruiken 40 gram boter, 40 gram bloem, 1/2 liter melk, zout, peper en nootmuskaat. We gaan eerst de boter lekker bruisen. In de tussentijd roer ik nog even door mijn pannetje met de groentes. Daar mag nu wel de gehakt bij. En dan gaan we even rullen. Dan voeg ik ook alvast wat zout en peper toe. Het is nog niet gekruid, dus er mag best wel een beetje zout op. Peper. Nou, dit laten we even lekker aanbraden. Niet te hard, gewoon lekker zachtjes. Op die manier komen de vleessmaken lekker los en de smaken van de groentes. En dan gaan we dadelijk, als dit allemaal wat lekker gebraden is, gaan we er wat beetje tomatenpuree aan toevoegen. En dat laten we nog een beetje karamelliseren. Intussen is de boter aan het bruisen. Nou, we willen een blanke bechamel saus. Dus we gaan de boter niet te donker laten worden en de bloem ook niet. Op het moment dat je hem langer zou braden, de boter, dan krijgt hij wat noterige smaak, wordt hij ook wat bruiner. En dat geldt ook voor de bloem, dat willen we niet. We willen hem een beetje mooi blank houden. Er gaat de bloem erbij. Die roeren we even door, die laten we even doorbruisen, dat de bloemsmaak zoveel mogelijk verdwijnt en we zo meteen de melk toe kunnen voegen. Ondertussen roeren we nog even door het pannetje met het gehakt heen. De bloem is mooi doorgebruist in de boter. Hij is lekker blank gebleven. Maar alle bloemsmaak is eruit en hij heeft nu echt een beetje getoosterd, gebakken, smaak gekregen en geur. Nu gaan we de melk en de room toevoegen, beetje bij beetje. Nu lost hij nog makkelijk op. Je ziet hem al snel binden. De melk die ik toevoeg is koud, anders zou hij nog sneller binden en dan wordt het heel lastig om te roeren. Je kunt met een garde roeren of met een spatel. Ik vind het fijn om met de spatel een beetje de klonten weg te kunnen wrijven. En zo meteen ga ik verder met de gouden. Nou, ik klop hem mooi glad van het vuur, dat hij niet te veel weer gaat binden. Op het moment dat alle klontjes eruit zijn en hij mooi is weggeklopt, voeg ik de rest van de melk toe. En dan ga ik hem terugbrengen aan de kook. Voeg ik ondertussen wat zout toe. Beetje peper. Nootmuskaat. Nou, ik voel dat hij door de verhitting al wat dikker wordt. Ik heb nog een klein beetje melk in mijn maatbeker. Ik wacht even mee om te kijken of dat hij al niet dik genoeg wordt. Als hij te dun is, ga ik dat niet meer toevoegen. En als hij te dik is, dan voeg ik het er alsnog toe. Maar ik laat het eerst eventjes koken. Nou, hij is mooi dik geworden. Het overige melk mag er zeker bij. En dan hebben we een mooie bechamel saus. Het gehakt is lekker gebakken. De groenten zijn lekker gaar. Het begint lekker te ruiken. Nu ga ik de tomatenpuree toevoegen. En die bak ik even op hoog vuur even mee. Ontzuren noemen ze dat. En ze zijn de koks die allemaal koksopleiding hebben gedaan. Die overal natuurlijk een mooi woord voor hebben gevonden. We gaan de tomatenpuree ontzuren. Waardoor je een wat zoetigere, vleeserige smaak krijgt. Je gaat het ook ruiken, dus je stopt de tomatenpuree in de pan. Je laat het even bakken en dan na een minuutje of twee, dan begint het heerlijk een beetje vol romig, een beetje vleesig te ruiken. Dat is die tomatenpuree. Als je dat niet doet, dan mis je net even die extra hartigheid aan je gerecht. Je kunt het eigenlijk het beste omschrijven als een umami smaak die je ontwikkelt. Je karamelliseert.
Dat is ook waarom dat je het vlees aanbrandt. Die karamellisatie, die geeft extra smaak. En dat is bij tomatenpuree erg lekker als je dat op deze wijze doet. Nog heel even wachten. Ik ben ook echt op zoek naar die geur. Het is niet alleen kijken naar iets wat gaar is, maar ook gewoon ruiken. Op het moment dat een tosti in een tosti-ijzer lekker begint te ruiken, dan is hij vaak pas klaar. Daarvoor ruikt hij nog niet zo lekker, dan is er nog weinig gebeurd. En dat geldt voor de tomatenpuree. Hetzelfde. Die moet lekker loskomen qua geur en dan kan ik verder met de rest. Tomatenpuree is karamelliseerd. Nu gaan er champignons bij. Die laten veel vocht los. Dus vandaar dat ik die dat pas later in doe. Ik ga nu ook oregano toevoegen. Lekker scheut Worcestersaus. En voor de pit lekker wat tabasco. De toevoeging van de gekookte ham vond ik een erg leuk idee. Heb ik nog nooit eerder gedaan in combinatie met gehakt. Dankjewel voor de leuke tip. Die gaat er ook bij. Ga ik het allemaal nog even op hoog vuur lekker aanbraden en doorhusselen. Het begint steeds lekkerder te ruiken. Ook met die Worcestersaus en die tabasco. Nou Malou, wat ik echt anders ga doen dan jouw recept, is de lasagnebladen niet voorkoken. Maar ik ga het gehakt wat meer vocht geven. En dat doe ik natuurlijk met een heerlijke lekkere wijn. En dat is de wijn die Harold straks gaat adviseren. Die heeft het mij al ingefluisterd. We voegen de Shiraz Cabernet toe. Ongeveer een glas. En nog een klein scheutje water. En dan laat ik het gewoon weer even lekker rustig inkoken. Dat alle smaken van die ham en die champignon en het gehakt samenkomen. Tot een smeuïge saus. En dan ga ik zo meteen laagje voor laagje de lasagnebladen vullen met het gehakt. Ik heb nu twee mooie stukken kaas uit de koelkast gepakt. Een graskaas en een wat oudere belegen kaas. En ik meng het gewoon lekker. Koken is niet altijd het recept volgen, maar ook gewoon kijken wat je voor handen hebt. De bechamel saus is klaar. Bijna klaar. Ik ga alvast een klein beetje kaas toevoegen. Anders belandt alle kaas zo meteen op de lasagne. Ik vind het lekker als ook alvast wat kaas smaak door de lasagne heen smult. Heb je ook wat minder zout nodig om het vlees verder op smaak te brengen. Dat laten we gewoon even oplossen in de bechamel. En klaar. Ik ga beginnen om de ovenschaal een klein beetje in te vetten, met name aan de randen. En dan gaan we de laagjes opbouwen. Laagje gehakt. Een laagje bladen. Een laagje bechamelsaus. Een laagje bladen. Beetje lekker aanduwen. Of zeker weten dat alles mooi vochtig wordt. Anders krijgen we taaie stukjes van de lasagnebladen. Dat willen we niet. Moet lekker zacht zijn. Weer een laagje bladen. Lekker aandrukken. Nog een laagje. De laatste laag bechamelsaus eroverheen. Geraspte kaas. Mooi verdelen. En dan heeft Malou een techniek die ik nog nooit eerder heb gebruikt, maar heel leuk is om te proberen. We gaan een ei schuimig kloppen en die gaat er als laatste nog een keer overheen. Lekker doorkloppen dat hij luchtig en loskomt. Anders dan zal hij als één kwak in één keer uit het schaaltje op de lasagne belanden. En we willen juist dat hij mooi verdeeld wordt. Nou, dan gaat hij, het eitje. Klein beetje alles mooi nog lekker aanduwen. Zeker weten dat alle gaatjes opgevuld worden met het vocht. En dat de lasagnebladen daardoor mooi gaar worden en niet taai blijven. Ik ga hem in de oven plaatsen en kijken wat er gebeurt als hij eruit komt. De oven is voorgewarmd op 180 graden en ik kan hem zo in de midden in plaatsen. 25 minuutjes en klaar. Nou, de lasagne is klaar. Die mag uit de oven. Die gaan we serveren. Nou, ik moet zeggen, dat ziet er beeldig uit. Dat ei en die kaas, dat heeft een hele mooie korst gekregen. Met een hele mooie glans. Ik denk dat we maar eens even snel ons mes erin gaan zetten. En een stukje op het bord gaan scheppen. Hoe heet die dame? Malou. Wauw. Schitterende lasagne. Eet smakelijk. Ja, hier hebben we te maken met een prachtig bakavontuur van Malou Braat. Ja, het is een lasagne, dus ja, lasagne, dit is allemaal poepie eenvoudig. Ja, zij heeft er een mooi verhaal bij. Dit komt, dit recept, uit een kookboek dat haar ouders notabene nog voor hun huwelijk hebben gekregen. En zij kookt, Malou kookt nog steeds de lasagne eruit en ze heeft het idee dat iedere keer dat zij dat gerecht maakt, dat het nog lekkerder is dan die keer daarvoor. Nou,
het gaat nu nog lekkerder worden, Marlou. Want ik heb daar dus een bijpassende wijn uit het assortiment van Jacob's Creek bij uitgekozen. En ik bedoel, dat zal voor jou niet een vreemde zijn. Want ja, ik heb begrepen dat je ook in Australië hebt gewoond. Nou ja, dan ben je helemaal thuis. Ik kon niets anders kiezen dan deze Shiraz Cabernet van Jacob's Creek. Die heeft dat zachte, dat zoetige van die tomatensaus. Dat mollige, dat ronde, dat fruitige. En dat past zo bijzonder goed bij jouw lasagne. Dus Jacob's Creek, Marlou Braat, Shiraz Cabernet. Het wordt dubbel lekker zo met elkaar. Het kan niet op. Hoewel, de fles is al bijna leeg.